Dodelijk ongeluk in Renen. En wordt de Nedereindse plas ooit nog schoon? Goedemiddag, dit is U Vandaag. Een dodelijk ongeluk in Renen vanmorgen. Daarbij is de 18-jarige bestuurder overleden. Het ongeluk gebeurde rond 6:15 op de Utrechtse straatweg bij Remmerden. De automobilist uit Elst botste door onbekende oorzaak tegen een boom. Het slachtoffer zat als enige in de auto. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het was tevergeefs. De Utrechtse gemeenteraad praat morgen over het saneren van de Nedereindse plas. Die plas was tot in de jaren 90 een vuilstort en er is ook veel illegaal afval gestort. Later moest het een zwemplas worden, maar die werd snel gesloten toen bleek dat zwemmen daar niet veilig is. Sindsdien zijn er steeds pogingen gedaan de plas te saneren, zonder succes. Het debat in de gemeenteraad is aangevraagd door de Partij voor de Dieren. Een delegatie van die partij nam een kijkje bij de voormalige vuilstort. De gans en de meeuw zie ik hier. In de plas en op de heuvels eromheen liggen grote hoeveelheden illegaal gestort chemisch afval. Licht radioactief afval en nog veel meer zooi. Je zou hier eigenlijk echt moeten gaan saneren. Dus de hele plas en alles wat hierin ligt en ooit gestort is, zou afgegraven moeten worden en moeten weg hier. Alleen dat kost echt heel veel geld, echt wel tientallen honderden miljoenen. De gemeente probeerde de plas anders te saneren. Zonder succes. Gestorte grond bleef niet op zijn plek liggen en folie dreef weg. Nu heeft de gemeente een nieuw plan, maar volgens de Partij voor de Dieren is dat te mager. Het grootste probleem hier is dat het water in contact kan komen met het afval dat gestort is. Dat moet worden voorkomen. Daar heb je eigenlijk twee methodes voor die je alle twee moet inzetten. Je moet het afval eigenlijk inpakken met folie en je moet er een deel van het water zand storten. Die twee moeten echt gebeuren om te voorkomen dat het water in contact kan komen met het afval en er grote risico's kunnen ontstaan voor volksgezondheid en voor mensen die hier misschien ooit weer willen gaan zwemmen. En dan is er nog dit stukje van de plas. Volgens documenten hoorde het wel degelijk bij de vuilstort, maar de gemeente ontkent dat in alle toonaarden. Er ligt volgens de gemeente alleen puin om de oever te versterken. Maar ook de Partij voor de Dieren haalt er echt andere dingen naar boven. Nou, de definitie voor mij is afval. Ik zie in ieder geval PVC-buizen voor me liggen, stukken in ieder geval ervan. IJzeren buizen die eruit steken, maar ik zie ook oud doek voor landbouwgebruik naar voren komen. We zagen verderop nog piepschuim liggen. Ik zie hier ook nog piepschuimen tevoorschijn komen de grond uit. Ja, al jaren is men dus bezig met de sanering van die plas, maar dat is nog maar de helft van het gebied dat aangepakt moet worden. Aan de andere helft is nog nooit iets gedaan. De sluiting van V&D in Hoogkaterijnen heeft grote gevolgen voor ondernemers in het Utrechtse winkelcentrum. Gisteren werd bekend dat een doorstart van de warenhuisketen niet doorgaat. In het winkelcentrum stonden al veel panden leeg en zo wordt het wel een erg lege hoek. En dat is duidelijk voelbaar voor de ondernemers, zegt ook de voorzitter van de winkeliersvereniging. Tijdelijk is V&D een van de grootste trekkers in ons winkelcentrum, dus dat is voor ons buiten alle problemen die we als winkelcentrum al hebben, of problemen, maar in ieder geval de herontwikkeling waardoor al een heleboel winkels tijdelijk gesloten zijn, is dan ook V&D dicht. Is al echt wel een aderlating voor ons winkelcentrum. En nu het doek definitief is gevallen, verliezen duizenden medewerkers hun baan. De huizenmarkt is in alle provincies aangetrokken vorige maand, maar het sterkst in Utrecht. In onze provincie werden 37% meer huizen verkocht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Flevoland was de kleinste stijging met bijna 12%. Het totale budget voor de restauratie van de Cunera-toren in Renen is rond. De gemeente legt het resterende bedrag van €275.000 bij. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Met het geld wordt de onderste laag van de toren gerestaureerd. De werkzaamheden zijn al in volle gang. In totaal wordt aan de restauratie €5 miljoen uitgegeven. Op de A2 tussen Breukelen en Maarsen is een auto tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde volgens getuigen omdat de bestuurder plotseling moest uitwijken voor een andere auto. De automobilist kwam met de schrik vrij. Zijn auto is wel totaal los. Twee rijbanen waren gisteravond laat tijdelijk dicht. En ook een ongeluk in De Bilt. Daar zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. En daarbij raakte één persoon gewond. Het ging mis op de kruising Utrechtseweg met de Universiteitsweg.
Op dat punt zijn verkeersregelaars ingezet vanwege werkzaamheden, maar een van de betrokken automobilisten miste een gebaar van de regelaar. Bomvolle treinen voor scholieren die tussen Amersfoort en Ede reizen. Daarom gaan leerlingen van het Hoornbeek College en het Van Lodestein College in Amersfoort met een touringcar naar school. Super relaxed. We kunnen de stoel achterover gooien. We liggen hier en we worden gewoon voor school afgezet en we hoeven nergens op te letten. Theodor Bruinisse is student werktuigbouwkunde en hij wordt elke dag met de bus naar zijn school in Amersfoort gebracht. In de trein is geen plek voor hem. De trein is zo vreselijk druk dat we toch iedereen op een goede manier willen vervoeren. En daarom ervoor hebben we gekozen de leerlingen met een bus rechtstreeks naar school te brengen, zodat er weer plek is voor andere reizigers. Het betekent voor Theodor en zijn vrienden een soort privébus. Ja, wij worden vanaf het station gewoon bij de deur van de school afgezet, zodat we niet meer hoeven te wachten. Dit is luxe. Er rijden hier meerdere lijnen. En dat zijn dan openbaar vervoerbussen, dus standaardbussen. En dit is wel luxe dat je in een touringcar naar school gebracht wordt. Maar echt vol zit de bus niet. 10 studenten vanochtend, dat is het. Het varieert heel sterk. Eén dag had ik niks, maar toen bleek achteraf dat de school vrij was. En het maximale is 19 geweest. Wie de bus pakt in plaats van de trein hoeft niet extra te betalen. Theodor en zijn vrienden vermaken zich prima in de touringcar. Ja, er zitten hier een paar kameraden. Een beetje al babbelend. Komen op school. Connection probeert intussen snel het geld rond te krijgen voor nieuwe treinstellen. En dan is het privévervoer voor Theodor weer verleden tijd. Maar wanneer die nieuwe treinen van Connection dan gaan rijden, is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar inbrekers die toesloegen in Nieuwegein. En ze namen niet alleen spullen mee, nee, ze besmeurden ook het interieur met etenswaren uit de koelkast. In het huis was het daardoor een enorme puinhoop. Het slachtoffer is ook enorm geschrokken en hoopt dat de daders zo snel mogelijk worden gepakt. Nou, Sagarko, dat hopen we allemaal. En jij hebt de zaak straks in Bureau Hengeveld, hè? Klopt, Eva. We laten foto's zien van die besmeuring. En ik kan je alvast verklappen, dat ziet er niet zo fris uit. Bramensap, ketchup, mayonaise, het zat echt overal. Die vrouw, het slachtoffer, is zeer gedupeerd. En er zijn dus ook nog een aantal dingen gestolen, hè, uit het huis. Een aantal erfstukken, dure erfstukken. Dus we moeten deze zaak echt zien op te lossen. In Utrecht is een elektrische auto gestolen. En niet zomaar één, nee, een nagelnieuwe. Een Volkswagen Passat Station. Toen de eigenaar ermee naar zijn werk wilde rijden, werd hij tegengehouden. Hij moest zijn sleutels inleveren en weg was de auto. En we gaan het hebben over een inbraak in Nunspeet. En daar is een pinpas gestolen. En met die pinpas pinnen 2 jongens in Vleuten. Nou, die jongens die staan heel goed op beeld. Daar zijn we natuurlijk uiteraard heel erg blij mee. Dus hopelijk worden ze herkend. Nou, Bernard Jens van de politie Midden-Nederland, hij schuift bij mij aan. Hij heeft de details. En we hopen weer op heel veel goede tips. Zo is het. Dankjewel, Sagarko. Tot slot het weer. Veel zon en weinig wind vanmiddag. Het is een graad of 4-5. Vannacht en vanavond neemt de bewolking wat toe. Dan gaat het zo'n 4 graden vriezen. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met de uitgebreide uitzending. Heel graag tot dan en een fijne dag.